Zeeman is een bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop van textiel en non-tex, verdeeld over 5 landen naar 1250 winkels. We hebben met de Mercedes Fuel Dual Test meegedaan, omdat we nieuwe auto's nodig hebben en vandaag een demo hebben gereden. En daar is de Mercedes als beste uitgekomen. We hebben zo'n 3000 kilometer gereden met de Mercedes. En hij sprong er vooral uit in brandstofverbruik ten opzichte van de andere merken. En de chauffeur was ontzettend tevreden over de auto. Dat Menno om zijn goede rijstijl in het zonnetje wordt gezet, is voor ons geen verrassing. We weten dat Menno een hele goede chauffeur is. En dat blijkt ook uit de gegevens van Fleetboard. Ja, Menno reed alleen maar in het groen, dus prima gedaan. Dag Menno, met Henny. Hoi Henny. Wil je nog even wachten met wegrijden? Ik heb nog wat voor je. Oh, moet ik even wachten met wegrijden? Is prima. Dan zie ik je zo. Menno, gefeliciteerd. Je bent winnaar van de Mercedes-Benz Fuel Dual Test van de maand augustus. Dank je wel. Ja, Menno. Gefeliciteerd met de prestatie. Dank je wel. Wat me opgevallen is aan de nieuwe Actros, is dat die vooral lekker rijdt, goed schakelt, op tijd schakelt. Maar vooral ook de Eco-Roll die ze hebben, dat die in zijn neutraal zet als die even niet hoeft te werken. Dat is vooral erg goed opgevallen, waardoor die goed zuinig rijdt. Om zuinig te rijden heb ik met name goed uit laten rollen, waardoor die minder verbruikt. En veel op cruise control rijden. Ik heb zelf geen cursus gedaan voor zuinig rijden, maar dit zijn de meest logische dingen waardoor je gewoon goed uit laat rollen en dat werkt goed. Ik heb bij elkaar de week dat ik op deze auto heb gereden, 3000 kilometer gereden. En dat is naar Zuid-Frankrijk een rit geweest en ook een rit met veel winkels in Noordwest-Frankrijk. Waardoor ik dus veel korte stops had toch nog goed zuinig rijden door goed uit te laten rollen. Ik ben trots dat ik deze Fuel Dual toch een bokaal heb gekregen. Want dat laat toch zien dat ik zuinig rijd en dat ik daar ook bewust mee bezig ben. Dus hij krijgt zeker een mooie plek thuis. Thuis ga ik hem eerst even oppoetsen, maar dan krijgt hij een mooie plek op de schoorsteenmantel.